Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag is de eerste video van deze Marktplaats Prankal. Willen jullie meer zien? Laat hem liefst 300 likes achter. Abonneer je op zijn kanaal en ik ga jullie uitleggen hoe het werkt. Let's go. En Renier ook, ja. Denk ik. Ja? Ja. Top. Oké, dames en heren, het gaat als volgt. Jan en ik zoeken op Marktplaats zoeken wij een advertentie op. En bij die advertentie staat een nummer en dan gaan we gewoon dat nummer gaan we bellen. En dan vervolgens komen we met een meneer of mevrouw in gesprek en dat gesprek gaan wij aanvullen met een aantal woorden. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben 10 blaadjes hier. Ja, hier. En op elk blaadje staat 1 woord. 10 blaadjes, dat betekent dat je 10 woorden hebt. Renier moet straks, heeft 10 andere woorden. En dan gaan we kijken wanneer de desbetreffende persoon zeg maar op gaat hangen. Is dat bij 5 woorden goed of is dat bij 7 woorden goed? En dan gaan we kijken wie er heeft gewonnen. En willen jullie meer van zien? 300 likes nogmaals. En dan gaan we kijken of jullie deel 2 van willen zien. Ja, klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi. Cringy. Yo, ik onderbreek deze video even. Als je dit niet wilt, spoel dan even 20 seconden door en heb je gewoon een normale video weer. Ik wil even aangeven dat de call die hierna komt, die klopt niet. Die is gewoon voor de gein, gewoon voor de toevoeging. De call die erna komt is van mij en die call daarna van Renier, die kloppen wel. En dan gaan we kijken wie de challenge heeft gewonnen. Ik wens je heel veel kijkers in deze prank call. Drop even 300 likes en veel plezier. Goedenavond, u spreekt met Jordy Storm. Hallo. Hallo, ik zag op Marktplaats een hele mooie jongensfiets staan. Klopt dit? Ja, klopt. Oké, okay, en zit er nou ook zo'n sticker bij met een V-Bucks stickertje? Een wat voor stickertje? Ja, met zo'n soort van pen erop. Want ik zag het ook op YouTube staan namelijk. Ik weet niet of dat met uw fiets te maken heeft. Oh, dus u vindt dat ik gewoon poep praat. Nou, sorry hoor, maar wat doet u? Oh, dat is raar, jongen. Maar dit is eigenlijk fout. Wat dan? Je zei je eigen naam. Je moest eigenlijk gewoon Pieter zeggen of zo. Oh, ja. Goedenavond, met Pieter. Goedenavond, ik zag een hele mooie kinderfiets staan op het marktpad. Daar kan het lopen. Mooi zo. Die kleur die erop zit, is die momenteel van zo'n soort van V-Bucks kleur? Of een soort van, is dat met pen gedaan of zo? Je bedoelt de jasbeschermers in de kettingkast? Ja? Nee, dat is, zat er nieuw zo op. Oh, het is zo'n spijkerbroek op plastic. Het is van dat. Ja, ik denk PVC wat bedrukt is. Oké, okay, want ik zou op YouTube staan en dat, ja, soort van in zwembad of zo. Ik weet niet, maar. Nee, volgens mij, het is het spijkerbroek idee, zeg maar. Oké. Okay. Het is niet van stof, het is, ik denk, geprint op PVC van die ooit nieuw. Ja, want ik zag laatst een launchpad en toen, toen wist ik het niet, want ik zat ook op internet staan, maar dat blijkbaar was het dus niet zo. Ja, die. Ja, nee, het is gewoon. Ik heb hem nu in de hand, of ik loop er nu mee. Het is van een PVC-folie met de print van een spijkerbroek erop. Stop, 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 zijn kijken. Ik vind het wel echt zielig voor iemand. Hij was echt aardig, die gast. Dit was echt een hele chille gast, dames en heren. Als je dit kijkt, jongen, shout out aan jou. Sorry. Oh, ik vind het echt chillig. Ik kon me laat niet inhouden. Oh, ik kon het echt dat woord niet meer opnoemen. Dit was t-shirt, toch? Ja, shirt of zo. Ik wou zeggen van, ja, ik zit hier in mijn t-shirt, maar jij moet zo hard lachen. Ik kon echt niet meer. Oké, dit was wel geslaagd. Hoeveel woorden had jij? Ik moest nog PS4 controller, ik moest nog de shirt. En ik moest nog de push. Dus ik heb in het al 7. Ja, dat is best veel. Dat is ik zei random, zei ik gewoon iets met launchpad. Ja, ja. Ik zou niet weten, jongen. Oh, we moesten hout ook nog. Ja. Dus ik heb 6 in totaal. Goed. Nu is er een hier aan de beurt. Ja. Willen jullie deel 2 van 300 likes achterlaten? En dan gaan we naar jou toe. Dan gaan we zeker naar mij. Ja, let's go. Let's go. Hallo, je spreekt met Henk Jan. Hi. Hey. Ik zie op een marktplaats een Menabo fiets dragen. Ja. Ja, nou kijk, wij gaan dus binnenkort op vakantie en mijn dochters willen onze poezen mee.
En ja, dus op het moment is er even geen fiets voor de, of geen plek voor de fiets in de auto. Nee. Nee, en het, is het een beetje zo'n vierbugsachtige kleur, de fietsendrager, of? Wat voor kleur zijn je? Nou, ik zag namelijk op het internet een hele mooie blauwe kleur staan. En is dat een beetje de kleur, want ik zie het niet heel goed? Nee, hij is een beetje grijs. Oké, okay, een beetje grijs. En... Nee, het zijn een soort grote. Ja, nee, dat klopt. Ik zie het nu inderdaad. Ja. En staat ook een sticker van een launchpad op? Van hè? Nou, heeft u toevallig een pen bij u? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, u heeft geen PS4 controller er toevallig bij, toch? Nee. Oké. Okay. Heeft u op het moment ook een shirt aan? Ja, ik heb maat. Oké. Okay. Wat zei meneer? Heb je opdracht gewonnen? Nee, er is geen opdracht. Nee, maar ik, nou ja. Voor wat voor matten? Ik hoop niet. Oh shit! Nee, op zich ging niet wel goed. Ja. Oké, okay, ik heb 4 woorden over, dames en ik sta gelijk met Jordi. Dat betekent dat het gelijk spel is en bij het einde van de video. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer me zal even op hem, want als we hem de 1000 abonnees hebben gunnen, met z'n allen, het is een kleine moeite om even naar de beschrijving te gaan. Doe het er even. Want ja, dat is zo snel mogelijk naar de 1000. Zeker weten, ja. Dus dat betekent abonneren, liken en hopen op deel 2 van jullie. Ja. Bedankt voor het kijken. En liken heb ik al gezegd. Tot de volgende video. Later. Joe, later jongen. Boei, later. Ja, yeah, kan maar. Ja, er komen nu nog wat leuke bloepertjes van ons. Met Freek, goedenavond. Hallo, u spreekt met Henk-Jan. Hallo? Hallo. Ik zag u op uw marktplaats dat u een hele mooie kinderfiets heeft van 16 inch. Klopt, inderdaad. Ja. Nou, nou ja, ik heb net zo ook een poes gekregen, maar ik vind het persoonlijk een hele mooie fiets. Ja. Yo, wat doe je? Yo, waarom lach je zo? Wat zeg je nou, man? Oei, oei, oei. Oh, joh, ik kom lachen echt niet in, nou. Oké, YOLO, wie maakt ik wel een game? Oké, dames en heren, het gaat als volgt. Jordi en ik zoeken op Marktplaats. Oh, wat moeilijk die intro. Oh, zie je wel lachen, jongen.